We gaan naar 2016, naar de Olympische Spelen in Rio. Je was erbij toen in Rio. Besteed je veel aandacht aan de Spelen in je voorstelling? Ja, uiteindelijk gaat het over waarom heb ik de passie voor sportjournalistiek gekregen. En dat zit in verhalen van vroeger, een museum, en Jan Teugels. Maar dat zit uiteraard ook in mijn huidige job. En de Olympische Spelen is samen met het WK voetbal, waar ik naartoe heb mogen gaan, ongetwijfeld het grootste sportevenement dat ik ooit bezocht heb. Dus ik ga daar zeker over praten. Ik ga de mensen proberen een inkijk te geven in wat dat dan is. Ja, de prestatie van één sportvrouw is jou daarbij gebleven. Mm-hmm. De prestatie van de 25-jarige zwemster Fanny Lecluze. Klopt. Ja, mensen vragen mij zeker na zo'n spelen en nu nog altijd, wat is dan voor jou het moment? Hè? Je hebt Pieter Timmers live naar zilver zien zwemmen, je hebt Greg van Avermaat, je hebt dat allemaal gezien, Nafiti Yam. Hè. Zijn dat dan de momenten? En dan, ja, ik denk er dan over na, want het is moeilijk kiezen. En dan ben ik uiteindelijk uitgekomen eigenlijk bij de tranen van een verliezer. Ja, willen we daar eens heel even naar luisteren? Ja. Ik zie het aan jouw lichaamstaal, dat het een flinke mentale klap is. Ja, dat is zeker. Dus ik vraag me soms gewoon af waarom ik dat allemaal doe hier. Hoe moet het dan verder, denk je? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik momenteel gewoon even rust nodig heb, zowel fysiek als mentaal. Ik zit er even gewoon door, denk ik. Leg het eens even uit, Ruben. Dus... Ja, Fanny, een van onze beste Belgische zwemsters. Zwemt de 100 en de 200 schoolslag in Rio. Verwacht daar toch iets van, hoopte zelfs op finale. En is er twee keer... Ja, roemloos uitgegaan in de reeks. En, maar zo gaat dat vaak in de sport. Waarom kies je dan net dit? Ja, omdat mij dat wel raakt. Ik bedoel, we eren altijd maar winnaars. En terecht ook. Ik bedoel, winnaars hebben er ook hard voor gewerkt. Maar wie denkt er nog aan een verliezer een week nadien? En die hebben er even hard voor gewerkt. En Fanny, ja, zeker als je er dan voor staat... Met mij persoonlijk doet dat wel iets. Ik bedoel, ga je daar dan mee om als sportjournalist? Wel, ik weet dat er achteraf nogal wat kritiek op gekomen is, dat ik zo wat te hard was, maar men heeft toen ook het interview stopgezet of geknipt hier in Brussel. Ik heb Fanny toen wel een knuffel gegeven, achteraf. Ik leefde daar echt wel mee. Ja. Ik bedoel, ik ben zelf ook iemand die redelijk veel sport en af en toe zijn doel zet en dat daar ook niet altijd in slaag. Dat is dan 100 keer kleiner dan wat zij meemaakt. Ja, dat is de hemel die op de kop valt, hè. Ja. Mm-hmm. Nu, sporten, dat doe je uiteraard met vallen en opstaan. En in jouw theatervoorstelling spelen Mathieu en Guillaume, wel bekend van de Weekwatchers, een lied over winnen en verliezen. Hè? Zij begeleiden jullie, hè? Ja, absoluut. Dat sluit er eigenlijk bij aan. Want ik heb dan aan Fanny gevraagd, kan je mij eens een weekschema doorsturen van wat jij getraind hebt, week in, week uit, maand in, maand uit. Die zwemt 75 kilometer per week. Hè, ik bedoel maar, en dan doe je dat maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. En dan moet het op 1 minuut gebeuren in Rio. En dan gebeurt het niet en dan valt de hemel op je kop.